Op zaterdag 16 en zondag 17 november vindt het landelijk atelierweekend plaats, waarbij kunstenaars hun ateliers openstellen voor het publiek. Ook in Schiedam is er dat weekend een programma waarbij het publiek kennis kan maken met het werk van zo'n 20 professionele kunstenaars. Schie ging alvast een kijkje nemen bij de Schiedamse kunstenaar Sjaak Tange. En waarom koos je om in Schiedam te wonen en te werken in plaats van de geboorteprovincie Zeeland? Dat is heel simpel. Ik zat op de academie in Rotterdam en ik had een heel leuk atelier op Noordereiland. Maar dat werd helaas afgebroken allemaal. En toen ben ik in Schiedam terechtgekomen, want daar was heel makkelijk atelier te krijgen in schoolgebouwen. Er stonden heel veel legen hier. En ik ben eigenlijk blijven hangen hier. Ook kinderen gekregen enzovoort. Dus op een gegeven moment zit je jezelf vast te maken aan een stad. En dan is het ontsnappen eraan vrij moeilijk. Dus en eigenlijk ook niet nodig. Maar... Vindt u Schiedam de goede plek voor een kunstenaar? Qua bekendheid en zo. Ja, het is natuurlijk het is een soort dorp en zo. Maar het is allemaal heel leuk. Je kan nu heel goed werken. Maar voor de bekendheid moet je toch wel buiten Schiedam zijn. Dus, ja. Je hebt inderdaad op de kunstacademie gezeten. Hoe vond u dat? Ja, hoe vond ik dat? Hallo, dat is 30 jaar geleden. Ik had niet het gevoel dat ik daar op mijn plek was wat opleiding aanging. Dus ik ben na de academie nog verder gaan kijken. Ligt het misschien omdat u niks met school heeft of lag het echt aan de opleiding die u deed? Ik was bereid om dingen te leren, maar ik wilde wel graag dingen leren. En dat moest dan ook wel geleerd worden. En er werd mij niets geleerd. Ze liet hier maar een beetje rondzwemmen. Ik zocht echt een doel. En dat vond ik daar niet. En dat is nu tegenwoordig op de academie veel anders hoor. Maar toen was het een beetje zoektocht nog. Dus, ja. Dit is een nieuwe locatie. Hier bent u verhuisd vanuit de Grote Markt, als het goed is. Waarom bent u eigenlijk verhuisd? Waarom ben ik verhuisd? Misschien kan ik straks wel even filmen, maar dit is veel groter. Ik ben hierboven altijd aan het werk. Dus ik kan altijd open zijn. Kijk, op de Grote Markt was alleen maar galerie. En ja, daar moest ik dus aanwezig zijn. En ik zat er eigenlijk niks te doen. En nu heb ik nuttig mijn tijd gebruikt. Dus dat is heel goed. En hoe zou u kunst omschrijven in een paar woorden? Nou, een paar woorden. Ooit heb ik een soort etiketje op moeten plakken. Ik heb het poëtisch expressionisme genoemd, maar het slaat helemaal nergens op. Het is echt mijn stijl, mijn werk. Niemand anders maakt dit. En dat maakt het wel vrij uniek, gelukkig. En ook wel gewild. Dus. Welke soort kunst is het voor u belangrijk? Het schilderen, tekenen, beeldhouden of misschien het maken van de tassen? Nee, eigenlijk gewoon het schilderen hoor. Als ik aan het werk ben, dan ben ik aan het schilderen. Dat is heel gek, maar alles wat er omheen zit, dat voelt niet echt als werk. Dus schilderen is wel het belangrijkste. Dat is de core business, zeg maar. We gaan het nu hebben over het hoofdonderwerp, Open Atelier. Welke kunstwerken gaat u nou precies daar presenteren? Het leuke van Open Ateliers is dat ik dan gewoon aan het werk ben. Dus met het kunstwerk waar ik mee bezig ben, dat kunnen mensen zien ontstaan. Dat is het allerleukste. Voor de rest kunnen ze de werken die hier allemaal hangen en staan, die kunnen ze bekijken. Dus ze krijgen een hapje en een drankje en een leuk gesprek en hopelijk veel gezelschap. Hoeveel is de keer is dat ongeveer dat u daar aan meedoet? Jemig, ik ben ooit zelf een keer begonnen met Open Ateliers, ik geloof 25 jaar geleden. In mijn ateliertje in de Westmolenstraat. Hoeveelste keer? 25ste denk ik dan. Zoiets denk ik, ja. Wat vindt u van het hele gebeuren? Het is altijd heel erg leuk geweest. De gemeente zou ook wel weer eens een keer kunnen inspringen. Dat is altijd heel erg leuk en goed geweest. Dat ze een bepaalde subsidie gaven aan mensen die wat aankochten. Dat is niet meer. Dus wij moeten allemaal zelf de broek weer ophouden. Maar voor de rest, laat het vooral weten dat het er is. En komt allen langs. En waarom is Open Atelier voor u belangrijk? Is het belangrijk? Er komen misschien mensen binnen die gewoonlijk niet zo snel binnen zouden komen. Die de drempel te hoog vinden. En omdat die deur open staat, komen ze en dan denken ze, hey, dit is leuk, dat ga ik vaker doen. Daar hoop ik op. Dus daarom is het belangrijk.